Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van jullie laten zien. Het is alweer augustus, juli is weer voorbij gevlogen. Juli was echt een hele goede maand voor mij qua producten. Want ik had eigenlijk helemaal geen producten die ik niet fijn vond. Dus het is best wel een vol bakje geworden. Dit is het bakje, ik ga hem niet heel schuin houden, maar er zitten best wel wat producten in. Er is mij ook gevraagd of ik wat meer producten wilde swatchen. Dus ik ga ook wat swatches aan jullie laten zien. Dus mocht jij benieuwd zijn welke producten ik van jullie nou gewoon weer super fijn vond, wat ik zo al heb getest, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een heel leuk blikje en dat is het Kiss My Perfect Nude Lips blikje. Hier zitten 6 lippenstiftjes in. Dit is een setje van de Action. Je hebt hem in meerdere kleuren. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dat had geweten, was ik waarschijnlijk wel voor een andere variant gegaan. Ik ben niet meer heel erg van de nude. Maar toen ik deze kocht, hadden ze geen andere varianten. Maar goed, ik ben er wel heel erg blij mee. Ik heb nu ook een van de kleurtjes op. En hier zitten dus 6 lipstiftjes in. Je kunt het blikje gewoon openmaken. En dit is dan de binnenkant. Ze zitten mooi op een rij. Er zit een heel leuk... hoe moet ik dit omschrijven? Het is gewoon een kartonnetje wat holografisch is. Het ziet er heel leuk uit. Ze passen perfect in het setje. In elk lippenstiftje zit 1,7 gram. Je hebt 6 kleurtjes. En ik zal ze dus ook even voor jullie swatchen. Het loopt van licht naar donker nude. Allereerst vind ik de hulsjes heel erg leuk, want ze zien er heel strak uit. En als je hem dan openmaakt, heb je gewoon dit. Een zwart ondertoontje. Zo zien ze er dus uit. Ze zijn dus super handig om ook mee te nemen op vakantie bijvoorbeeld. Maar ik zal ze even één voor één swatchen. Zal ik jullie zo even laten zien hoe dat eruit ziet. Ik zal ze eerst even allemaal uithalen. Dat is wel zo handig. Want ja... Zoals ik zei, ik ben niet meer heel nude-achtig. Maar af en toe vind ik het wel leuk voor de verandering. Vooral bij een hele intense look. Dit vond ik een van de mindere kleurtjes, ben ik heel eerlijk in. Deze vond ik niet zo heel erg mooi. Maar dat zul je zo kunnen zien, want dit is echt nude-nude. Want de andere is nog wel een beetje meer roze-achtig. Deze kleur hebben we dan. Ik hoop dat ik dit zometeen goed aan jullie kan laten zien. Want hoe ga ik mijn arm zometeen strekken? Maar we gaan zo even kijken. Dan hebben we deze kleur. Meer roze-achtig. Dan deze. Dit is persoonlijk van mijn favorieten. Die vind ik echt heel erg mooi. Dit is echt meer een roze kleur. En tenslotte dan de laatste die ik nu ook draag. Dat is deze. En die... Ja, is ook mooi. Meer een beetje bruinnoodachtig. En dan zien de swatches er zo... Oh, hoe ga ik dit doen? Zo uit. Hij gaat het niet helemaal scherp stellen, maar zo zijn de... Zo is het pigment van de kleurtjes. Het is wel wat zachter, maar ik vind het echt een heel erg leuk setje. En ook gewoon super leuk om cadeau te geven. Dus dat is dit lipstick setje van de Action. Dan heb ik een primer van Essence en dit is de Prime Plus Studio Mattifying Plus Pore Minimizing Primer. Hier zit zwarte klei in. Dit is een primer die heeft een lichte textuur en maakt je gezicht dus mat en ook wel heel erg glad. En dat vond ik heel erg fijn. Hij heeft een kleine opening. Het is ook echt een grijze primer. Maar... Kijk, zo ziet hij eruit. Maar als je hem gaat uitsmeren, zie je er eigenlijk niks meer van terug. Dus dat vond ik wel heel erg fijn aan deze primer. Hij maakt mijn gezicht gewoon heel erg glad. En de zwarte klei merk je verder niks van. Maar het is gewoon meer een bijkomstigheid die erin zit. Dus dat is deze primer. Dan heb ik nagellakjes uit de limited editie. En dit is de Travel Ico Nails. En dit zijn dus kleine nagellakjes. Die dus wel van de Ico Nails lijn zijn, maar ze zijn klein. De leuke bijkomstigheid is dat ze ook deze grootte erbij hebben uitgebracht. Dit zijn trouwens standaard kleurtjes die in het standaard assortiment zitten, maar ze hebben er dus hier ook om te weten welk klein kleurtje erbij past, hebben ze dus het logo van de stad erop gemaakt. Want deze limited edition staat in het teken van steden. Dit is de Team Rosywood Hills, dus dat is deze. Heel mooi kleurtje ook. En ik heb deze dus als basis gebruikt
Zo ziet het er een beetje uit. Een normaal borsteltje, kwastje. En ik gebruik deze dan als base coat soort van. Om daarover dan heen zeg maar het minietje te doen. En dat is dan deze die hierbij hoort. En deze heeft de naam Xenovir Summer in Berlin. Dus dit is een Berlijn versie. Sorry voor mijn Engelse uitspraak, die zijn niet altijd best. Deze hebben wel een heel klein kwastje, dus wat iets moeilijker vasthouden, zeg maar. Want ze hebben een kort handvaatje. Vind ik altijd iets lastig, maar ik vind ze wel echt super schattig. De dekking was heel erg mooi. Had ik eigenlijk niet zo heel erg verwacht. Dit is toch een beetje een glittertje, een shimertje. Maar ik vond hem echt heel erg mooi. Ze belooft het 7 dagen te blijven zitten. Ze blijven ook echt heel lang mooi zitten. Het is niet 7 dagen perfecte nagels. Je krijgt wel wat chips, maar het zijn wel echt hele mooie kleurtjes. Dus dat zijn deze. En dan heb ik daar ook bij de 60 Let Me Be Your Favorite. Dat is dan de grote New York, zoals je kan zien. En daar hoort dus dit kleintje bij. En dat is deze. En dat is de C03 It's Up To You New York. Ook hele mooie. Echt precies hetzelfde. Blijft goed zitten. De dekking was heel erg mooi. Ik ben echt heel tevreden over deze nagellakjes. Ik ben sowieso heel erg fan van de Ico Nails. Maar dit vond ik echt een hele leuke limited editie. Dan heb ik een mascara van Essence. En dat is de Volume Stylist 18 Hour Lash Extension Mascara. Dat is deze mascara. Ik heb deze ook al eens getest in de roze variant. En deze die belooft dus je wimpers lang te maken en volume te geven. Het borsteltje heeft lengthening fibers. Dus het is echt, ik vond dit ook oprecht een heel fijn borsteltje, had ik niet verwacht. Dit is wel weer plastic, ben ik normaal niet zo van. Maar deze borsteltje, zoals je ziet, neemt hij wel klontjes mee uit de mascara. Dus je moet hem goed afvegen. Maar het was echt een hele fijne mascara. Mijn wimpers zagen er echt heel erg mooi uit. Ik zag oprecht ook dat ze langer werden. En eigenlijk omdat ik heel tevreden was over die roze variant, wilde ik die paarse ook heel graag proberen. En ja, ik heb er gewoon weer een hele fijne mascara bij, want ik vind hem echt super fijn. Er staat ook een plaatje van mijn borsteltje achterop. Vind ik wel heel erg handig als je in de winkel staat en je wilt weten wat voor borsteltje een mascara heeft. Want het is nou niet echt lekker om zo'n mascara open te gaan maken en je besluit het niet te nemen. Ja, dan is die mascara al open geweest. Dat is natuurlijk sowieso wel een risicootje, omdat ze gewoon zo in de winkel liggen zonder ziel of zo. Maar echt een hele fijne mascara die mijn wimpers echt oprecht langer laten lijken en ook veel volume geven. Dan heb ik een hele toffe highlighter. Dat is de Cloak Motion Shimmer Highlighter Eyeshadow van W7. Dit was een product die al heel lang op mijn wishlist stond. En deze heb ik 2 maanden teruggekocht. En ik vind het echt een hele mooie highlighter. Het is een dupe van de Balm. Ik heb zelf dat echte product niet. Dus ik kan het niet vergelijken. Maar dit is gewoon een low budget variant. Het doosje ziet er heel erg tof uit. Heeft een spiegel. En dit is de highlighter. Ik zal een zwartje voor jullie. Laat ik dit even op mijn pols doen. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is. Denk het niet. Ik weet wel zeker van niet. Hij is vrij licht. Er zit niet heel veel pigment in. Het is meer een highlighter die gewoon shimmer geeft, maar niet echt kleur. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn, want vaak geeft een highlighter toch best wel veel kleur af. En dan is het toch wel lekker als je gewoon eigenlijk alleen de shimmer ziet. Soms kan het wat heftig overkomen, maar dat doet deze highlighter dus echt. En ik ben echt heel erg blij met deze highlighter dat ik hem eindelijk heb. Echt een aanrader. Dan heb ik een oogschaduwpalet van Catrice en dat is de Blazing Bronze Collection Eyeshadow Palette. Dat is dit palette. Catrice heeft heel veel van dit soort paletten in het assortiment. En deze heeft de naam 010 Call It What You Want. Er staat achterop een tutorial. De doosjes zijn gewoon leuk vormgegeven. Ik vind het gouden bronzen tekst heel erg mooi in combinatie met de kleuren. Je hebt 9 oogschaduws. Er zit een light en sculpt kleur in. En dit zijn de kleuren. Ik zal er eventjes een 2-tal swatches, zodat je een beetje een idee hebt hoe het werkt. Zo zien ze eruit. Hoe ga ik dit weer doen? Zo ziet het eruit, zeg maar. Echt een hele mooie oogschaduwpalette waar je echt wel mooie kleuren mee, ooglooks mee kunt creëren. Je moet wel van de kleuren houden. Ze zijn wat intenser. Ze zeggen wel bronskleuren, maar ik vind het wel echt
wat meer fellere kleuren. Ja, ik word hier heel erg blij van. De pigmentatie is gewoon super goed. Dus het is echt een heel erg mooi oogschaduwpalette. Ja, waar ik heel erg blij mee ben. Dan heb ik een lipgloss van Essence. En dat is de Plumping Nudes lipgloss. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 06 Big Bang. Het is een lipgloss die volume belooft aan je lippen. En toen ik hem aanbracht voelde ik een soort licht menthol, dacht ik. Ik baalde hier een beetje van. Alleen ik heb het nagecheckt en er zit geen menthol in. Dus althans niet wat ik kon vinden. Ik kon de originele ingrediëntenlijst niet echt vinden. Maar ik kon nergens terugvinden dat er menthol in zat. Het is, ja, je hebt echt verschillende kleurtjes. Het is een beetje een donker kleurtje. Zo ziet hij eruit. Maar ik vind hem echt wel heel erg tof. Ik vind de kleur wel heel erg mooi. Gewoon een keer voor de afwisseling. Zoals ik straks ook al vertelde bij die lippenstiften. Ik ben niet meer zo van de nude. Maar dit vond ik niet eens echt heel erg nude-achtig. Want dit neigt meer een beetje naar paars, donkerroze. Dus ik vond het wel een hele mooie lipgloss. Ik had niet het idee dat mijn lippen er heel vol van werden. Maar dat hoeft van mij ook niet. Maar evengoed wel een hele fijne lipgloss. Dan heb ik een aantal producten uit een trendeditie van Essence. Ik zal deze even niet swatchen, want het zijn er een aantal. En ik merk dat het swatchen me niet heel goed afgaat nog. Ik moet er nog een beetje van leren, zeg maar. Maar dit is de Sun Sand and Golden Rainbows trendeditie. Allereerst heb ik hier een bronzing powder. Dit is een bronzing powder voor de darker skin. Je had hem ook voor de lighter skin, maar mijn voorkeur gaat uit naar een donkere bronzer. Hij belooft waterproof te zijn. Heb ik niet getest. Kan ik je niet vertellen of die waterproof is. Heeft de naam 02 Beach Days. En dit is echt een hele mooie grote bronzing powder. En heeft een hele mooie afbeelding erin zitten. Excuseer, mijn stem hapert een beetje. Er zit een soort blad in. Hij ruikt een beetje naar kokos. En ik vind kokosnoot zelf niet lekker of zo. Ik ben niet echt van producten om te eten met kokos erin. Maar zo de geur vind ik wel heel lekker. Hele mooie matte bronzen power. Die echt heel erg mooi eruit ziet. Ook die verpakking weer met dat goud. Ja, ik ga daar gewoon heel erg goed op. Ik vind dat heel erg mooi. Dan heb ik ook een highlighter. Dat is deze. Dit is een Baked Multicolor Highlighter. Heeft dus drie kleurtjes. Heeft de naam 01 Dreams Are Calling. Was verkrijgbaar in twee kleuren. Ik heb alleen deze kleur gezien. En deze heeft dus drie kleurtjes. Je kunt ze afzonderlijk gebruiken, maar ook gecombineerd. Ik gebruik het gecombineerd, want de pen is niet super groot. Dat je er heel erg makkelijk in kan dippen. Maar ja, hele mooie highlighter die gewoon een mooie glans geeft. Dan heb ik ook nog bronzing drops. En dat zijn deze twee potjes. Dan begin ik even met deze. Dit is de 01 Sunshine in mijn pocket. Dit werkt dus met een pipetje. En ik moet zeggen, dit vond ik niet echt een bronzing effect. Dit vond ik meer geschikt als highlighter. Ze heten wel bronzing drops, maar ik vond het meer een highlighter effect geven. Dan dat je echt ermee kunt bronzen. Dit gebruik je dus onder je foundation. Althans, dat doe ik zelf. Je kan het er ook overheen doen. Maar wel onder je poeder in ieder geval. En ja, het viel me niet tegen dat je gewoon even goed nog zag dat ik hiermee bronzer had aangebracht. Dus dat vond ik heel erg fijn. Maar deze vind ik dus meer als highlighter. Dit is dan de nummer 2. En dit is de Golden Sunset. En deze heeft wel echt een donker effect. Deze was wel echt een vrij donkere gloed dat hij afgaf. Dus hier, dit vond ik wel echt meer om te bronzen. Maar echt wel hele fijne drops. Ik ben normaal niet zo heel erg fan hiervan. Omdat het pigment een beetje afhaakt. Maar bij deze vond ik het totaal niet. En het laatste product wat ik dan heb, dat is de bronzing wadder. Dit is een spraytje. Die overigens best wel lekker ruikt. Heeft gewoon een dop. En deze kun je voor verschillende doeleinden gebruiken. Je kunt dit gebruiken bijvoorbeeld op je benen. Maar ook in je gezicht. En dan moet je het eventjes met een beauty blender bijvoorbeeld even indippen. Dan krijg je een soort van, ja, een gloed over je gezicht heen. Dat het iets bruiner lijkt. Heeft deze ook een naam. 01, here comes the sun. Ik heb het niet op mijn benen geprobeerd. Ik heb het alleen op mijn gezicht geprobeerd. En daar was ik wel tevreden over. Maar je zou dit dus ook op je benen kunnen gebruiken.
Dan heb ik van Catrice de 1 Minute Face Perfector. En dat is dit potje. Deze heeft de naam 010 One Fits All. En dat is... Het valt onder foundation, maar het is niet een volledige foundation. Hij dekt je plekjes echt heel goed, maakt je gezicht wat egaler. Maar je krijgt er niet een hele donkere kleur van. Maar dat vond ik wel heel erg fijn. Het ziet er zo uit. Je hebt gewoon... Het is ook heel romig. Het ziet er best wel donker uit. Kijk, want dit is hem. Maar als je hem gaat uitsmeren, dan valt het donkere geheel wel een beetje weg. Ja, het is ook een beetje aan de huidskleur wat je hebt. Als jij wat donkerder bent, zal die minder donker uitvallen. Ik ben natuurlijk vrij licht, dus bij mij valt die automatisch wel wat donkerder uit. Maar ik vond het echt een heel erg fijn product. Ook omdat het wat lichter is. Het is een mousse. En ik was echt heel erg verrast. Vooral voor de warme dagen vond ik het heel erg fijn. Want je hebt niet echt het gevoel alsof je een hele dikke laag foundation op hebt zitten. Maar ja, het haalt wel je plekjes weg. Dus dat vond ik heel erg fijn aan deze 1 Minute Face Perfector. Dan heb ik het 5 Color Concealer en Bronzer Palette van de Action. Het is van Paris Beauty. En hier zitten dus concealer en bronzer kleuren in. Het zit in een blikje, wat ik heel erg leuk vind. Zo zien de kleuren eruit. Ik ben heel eerlijk, bronzers vind ik het niet. Ik vind ze vrij licht. Er zit ook een kwastje bij. Ik weet niet waarom ze dit hebben gekozen, want het is een creamy product. Dus je kunt wel echt zien dat dit de concealers zijn en dit de bronzers. Maar ik vind niet dat je er echt mee kan bronzen. Maar ik vond de concealers echt geweldig. Ik heb het wel geprobeerd. De bronzer ook. En het is vrij licht. Voor mij is het gewoon net iets te licht. Maar ik vind het wel hele mooie kleuren. Ik zal eventjes een bronzer en een concealer laten zien aan jullie. De bronzer is ook wel echt gewoon... Dit is de bronzer. En dit is de concealer. Het is wel echt een poeder. Dus je kunt er op zich wel prima mee contouren. Alleen omdat ik zelf wat van de donkerdere kleuren hou, is het voor mij net iets te licht. Maar je kunt hem wel opbouwen. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ik vind het op zich wel... Ja, ik vind het wel leuk dat het erbij zit. Nu snap ik ook wel, het kwastje is ook meer voor de bronzer. Maar het is echt... Ja, het is wel een heel erg leuk paletje. Low budget. En je hebt weer meerdere producten in één. En dat vind ik heel erg top. En ja... De vormgeving is gewoon leuk. Ik vind het gewoon echt een blikvanger. Dus ja, superleuk paletten ook. Dan heb ik van Catrice de Generation Plump and Shine Lip Gloss. Dat is deze. Ik vond dit wel een hele leuke lipgloss. Het is wel een wat lichtere kleur. Het heeft de naam 060 Sparkling Coral. Met swatches zul je hem niet echt zien. Dus dat ga ik ook niet proberen. Maar het is wel een hele mooie lipkleur. Bijvoorbeeld om ergens overheen aan te brengen. Omdat hij wel echt wat glitter heeft. Gewoon kleur vond ik niet echt heel erg aangenaam. Maar als topcoat bijvoorbeeld over een lipstick heen vind ik het wel heel erg mooi. Heeft zo'n kwastje. Nou ja, ik kan hem even aanbrengen. Je ziet hem wel wat meer op mijn hand. Maar op mijn lippen kwam de kleur wat minder tot zijn recht. Maar hij ruikt wel heel erg lekker. Ik vind het echt wel een hele mooie lipgloss die wel long lasting beloofd te zijn. Dan vind ik dat een beetje lastig, want lipgloss gaat er toch sneller af als gewone lipstick. Maar wel een hele mooie lipgloss die echt wel gewoon lekker shined. En hij belooft hem ook wel weer dat vollere lip effect. Maar dat zag ik bij deze lipgloss ook niet terug. Maar dat maakt mij niet zo heel veel uit. Dan heb ik twee highlight kits van MUA. Deze komen uit de Glow X lijn. Allereerst heb ik het Golden Delight paletten. En dit zijn dus drie hele mooie gepigmenteerde highlighters. Hebben ook een leuk effect hier zo in. Zijn echt heel erg mooi. Het is echt wel verschillend. Want je moet wel van de wat donkerdere kleuren houden. Maar ze hebben echt een hele mooie glans. Het heeft niet zo heel veel zin om deze te swatchen. Omdat ik dit gewoon niet zo heel goed kan laten zien, denk ik. Ik kan het althans even proberen natuurlijk. Dan is dit het Golden Delight. Je ziet vooral de donkere zie je heel erg goed. De lichten die vallen op mijn arm een beetje weg op de camera. Maar die zag je op mijn gezicht dan wel weer heel erg mooi terug. Ik zal het gelijk even weghalen zodat ik ook de andere even kan doen zometeen. Maar dat was dit hele mooie palet. Hè? Echt
echt wel heel erg tof. En dan heb ik hem ook nog in de Golden Kisses variant. Ze hebben allebei dus echt wel gouden accenten. Eigenlijk hetzelfde paletten, maar drie andere kleuren. En die zien er zo uit. Maar die zie je ook niet echt heel erg goed op de camera. Maar het zijn gewoon echt wel hele mooie highlights. Je moet ze wel heel goed blenden, moet ik zeggen. Want anders zie je echt de lijnen. Maar ik vond ze echt wel super tof. Ik ben heel erg blij met dit highlight paletje. Dan heb ik van Essence het Nude Eyeshadow palette. En dat is deze. Heeft de naam 10 Smashing Nude Colors. En dit is... hij heet wel nude, maar ik vind het ook wel meer brons tinten. Een doosje openmaken vind ik wel een dingetje, want het is een beetje lastig. Het zijn dit soort kleurtjes. Je hebt wat lichte kleurtjes zonder shimmer en de shimmer kleurtjes. Dus mat en shimmer. Ik zal even twee shimmer kleurtjes pakken. Die zie je het beste. Kijk, deze pigmentatie is heel erg goed. Dan zal ik ook even twee matte kleurtjes laten zien die... zijn ook wel pigmentvol. Dat zal ik even hier doen. Maar het is wel echt heel erg verschillend qua hoe donker een kleurtje is. Of hoeveel pigment een kleur heeft. Sommige moet je gewoon echt opbouwen. Maar echt wel weer een heel erg mooi palette. Wel heel poederig. Want je ziet gelijk de fallout in dit palette. En dat vind ik wel jammer. Maar dat is op zich wel een goed teken. Want dan is een palette heel goed gepigmenteerd. Dus dat is dit hele leuke paletje van Essence. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dat is een lipstick van Maybelline. En dit is de Color Sensational Shine Compulsion Lipstick. En dit is een lipstick die heel veel glans biedt. En daar was ik dus naar op zoek. Dat heb ik eerder ook al in de video verteld toen ik zo'n lipstick testte. Maar deze geeft echt een hele mooie shine. Ik vind de huls heel mooi. Zo'n mooi roze. Dit is de lipstick. Ik heb hem in een rode kleur. Hij is ook schuin afgesneden. Dit is de 90 Scarlet Flame. En deze pigmentatie is geweldig. Kijk, je ziet hem gelijk shinen. Hele mooie lipstick. Ik vind hem geweldig om te dragen. Ik draag hem ook echt heel erg graag. Ik vind die lipsticks van Maybelline gewoon heel erg mooi. Wat ik wel jammer vind is dat... ze wat hoger geprijsd zijn. Dus als ik zo'n lipstick wil hebben, dan pak ik zeg maar de 1 plus 1 actie. En ja, ik had deze voor best wel een koopje, want deze die was nu best wel afgeprijsd. Daarom heb ik hem gekocht. Maar ik vind het echt wel hele mooie lipsticks. En ze blijven heel mooi op zijn plek zitten. Dus echt een geweldige lipstick is dit. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van jullie. Ik kan dit nu lekker allemaal weer in mijn stash gaan stoppen. En dan kan ik het ook weer lekker gaan gebruiken. Want eigenlijk als ik het heb getest, dan belandt het in dit bakje. Want dan denk ik van, oh ja, dan weet ik van, ik heb dit en dit heb ik getest. Dus dat moet voor de video. Dus dat zet ik gelijk apart. En dan is het nu wel heel erg leuk dat ik het kan gebruiken. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd welk product jullie heel erg leuk vonden. Misschien heb je zelf een product erbij gezien waarvan je denkt, oké, dat zou ik zelf ook wel willen proberen. Of die heb ik en daar ben ik ook heel tevreden over. Laat het me zeker even weten. Ik heb nu mijn bakje in ieder geval weer leeg en die kan weer gevuld gaan worden met de nieuwe producten van augustus. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik heb dus geprobeerd om te swatchen omdat daar vraag naar was. Ik weet dat het nog niet helemaal lekker ging, dat ik het nog een beetje moeilijk vond. Maar dit is de eerste keer dat ik swatches uitprobeer in een video. Dus vergeef me dat. Ik denk als ik het vaker doe dat het ook beter zal gaan. Dus dit was voor mij ook een soort van experimentje. Maar ik wilde het toch wel graag doen omdat jullie ernaar gevraagd hadden. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwste video's. Dit kan door op het rondje te klikken waar mijn gezicht in staat aan het einde van deze video. Maar ook op mijn kanaal zelf. En vergeet dan even niet om dat belletje aan te zetten. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt van mij. En hoef je niks te missen. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!